de weg naar Roep aan. Hallo allemaal, super tof dat jullie kijken bij een nieuwe vlog. De vlog is een beetje een samenvatting van de afgelopen 2 weken. Ik heb super veel toffe dingen gedaan en daar ga ik eigenlijk kort op terugblikken. Dus een uitgebreide weekvlog. Ik wens jullie veel plezier met kijken en alvast een blauw duimpje omhoog. Hallo allemaal, inmiddels ben ik een flink stukje van huis en ik ben namelijk aangekomen in Friesland. En kijk eens wie er achter het stuur zit. Moi. Nu eventjes lekker eten en dan gaan we een break-and-breakfast of een hotel. We moeten nog even iets boeken. En dan gaan we daar onze spullen droppen, omkleden en klaarmaken. Want dan heb ik de bruiloft van Antoinette de Jong, een super, super bekende schaatser. En het is super leuk dat ik vriendinnen ben met Antoinette en hoe dat is gekomen. Dat hebben jullie wel eens in de vlog kunnen zien. Echt super gaaf dat ik gewoon naar de bruiloft mag komen. Hartstikke leuk. Ik heb zelf nog niet zo heel vaak een bruiloft meegemaakt. 1 keer, maar toen was ik nog best wel klein, dus dat kan ik me niet meer heel goed herinneren. Dus ik ben heel benieuwd hoe het is en ik kan niet wachten om te zien wat voor jurk ze aan heeft en hoe ze eruit ziet. Wij gaan nu lekker eten en dit is toch echt amazing. Krulfrietjes. Ik noem het krulfrietjes, maar dat zie je niet vaak in een restaurant. Ik ga genieten van dit bordje. Boe! Oké, wij zitten op de hotelkamer en nu ga ik me even omkleden. Ik heb een heel leuk jurkje dat ik ga aandoen en dan kunnen we gaan partyen. Yay! Je voelt je hier wel thuis zeker, Christy? Ik voel alsof ik op de boerderij ben. Is het mooi aan het net eruit zien? Yay! Uiteindelijk dat jij het hebt gezien, dat hangt helemaal af. Oh, ik moet zingen. Oh. Mensen, leuk, ik ga even zingen. Ja, ik ga het filmen. En kijk even deze deuren. Ze zijn helemaal oranje. Dit is echt mijn lievelingshotel. En gisteren was het echt super leuk. Ik heb hele leuke mensen leren kennen. Antoinette en Koen zagen er super, super mooi uit. Dus ik heb een leuke avond gehad. En wij gaan nu wel weer op tijd weg. We konden niet echt uitslapen, want ik heb nog wedstrijd. En van Friesland naar Bergen is zo'n dikke 3 uurtjes nog rijden. Dus we moeten even flink gas geven, zodat ik mijn wedstrijd kan halen. You're like a circle that floats around me. Christy Stepvangers en Reggie Wolken voeren met Will Street Hazard. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. Inmiddels komen Massara en ik uit de ring. En Massara deed het echt heel goed. We waren gewoon foutloos. Dus dat geeft super veel vertrouwen. En ik denk dat we dan de volgende keer L gaan starten. Of misschien nog B van tevoren en dan L. Dus ik mag alweer een stapje hoger. En deze zijn echt niet normaal. Wat een druk te maken. Ze breken heel de tent op. Maar goed, ze hebben wel heel veel energie om zo denk ik te gaan springen. Lucifer! Inmiddels ben ik klaar om met Kalenda in het L te rijden. Wilco van Leeuwen met Casaltina van Casaltino.
parcours van Christy, Snipvangers en Mills Creek Caletto. De eerste fase 40-32 en de tweede fase 38-77. Ik zat uit de ring en ik was helemaal foutloos met Caletto. Alleen ik had niet super snelle tijd. En dat komt omdat de rijderij gewoon nog echt moeilijk is op hem. En het moet nog steeds beter. Maar hij kan natuurlijk super springen. Alleen ja, die rijderij is zo lastig waardoor ik niet elke keer de goede afstanden krijg. Dus we gaan nu nog een rondje M en dan moet het echt gewoon beter. Maar hij is wel zo knap. Super gereden. Ja, probeer maar, durf maar. Top. 36.6. Een voorlopige tweede plaats in het klassement voor Christy Snipvangers. Het was weer zover. Geen tijd om te vloggen, maar direct op Mailstreams Lucifer. En nog een keer aanvallen op de tijd van Caletto. I don't know who you are. I don't know what you've been through. Why you got scars. Since you walked through the door. Been trying to reach you, 'cause I feel you. What's... En de bel die is gegaan voor Christy Snipvangers met Will Streams Inspiration van A to Love. Maar waar zijn Will Streams Inspiration? Goed let, Christy. Zo, de ketter. En Christy snap. 1,35 meter. Luxemburg adviesrubriek. Christy Snipvangers. Sabrina van Rijswijk. Inspiration en ik hebben dus gewoon gewonnen. Dat was echt super super vet. De laatste moet ik zeggen was wel net iets sneller. Maar die had een balk op de laatste. En dat heb ik ook heel vaak. Dus dit keer was het geluk aan mijn kant. En dat is super leuk want nu heb ik gewonnen. En ik heb voor het eerst in mijn leven een boodschappenpas gewonnen. Maar dan denk je nou zitten er misschien wel lekker dingen in voor onderweg naar huis. Zit er koffie in? Nou ja, ik drink geen koffie. Dus die prijs is voor opa. Dan zit er spaghetti in. Ja, hoe moet ik in de auto nou spaghetti klaar gaan maken? Dus... Ondanks dat die wasmiddel. Oh, wat een producten joh. Maar goed, het is super lekker. En ja, dit is toch wel echt super vet. We hebben er gewoon een gaaf deken gewonnen. Dus ik ben mega, mega trots op Inspiration. Ook een leuk weetje. Je betaalt natuurlijk inschrijfgeld. Maar je verdient ook zeker wel als je wint. En dan hadden wij als grapje gedaan. Hadden we op de envelop. Was het 80 euro. 80 euro had ik gewonnen. Had ik op de envelop geschreven 800 euro. En ik stuurde naar mijn ouders. Ik heb de grote prijs gewonnen. Maar ze geloofden me al niet. Dus dat was jammer. Maar in ieder geval 80 euro. En dan betekent dat ik al het inschrijfgeld weer terug heb verdiend van alle paardjes die vandaag gestart hebben. Misschien nog een klein beetje winst. Dus dat is altijd leuk. En dan gaan we nu weer lekker naar huis. Dan ben ik weer thuis gekomen van de wedstrijd. Met natuurlijk een super gevoel. En ik heb me nu omgekleed. Want ik ga naar een feestje. Om te vieren dat ik heb gewonnen. En natuurlijk leuke vrije tijd met mijn vriendinnen. Dit is mijn outfit. En ik ga nu nog eventjes een make-upje opdoen. En mijn haar. Want ik kom net uit de douche. En dan gaan we lekker feesten. Ik ben inmiddels thuis gekomen. Ik heb een hele leuke avond gehad. En ik ga nu slapen. Doei, tot morgen. Goedemorgen. Oké, dit doen we even over. Zo, dit is beter. Inmiddels zijn Galant en ik helemaal klaar om te gaan dressuren. Want wij gaan op dressuurwedstrijd. Ja, het is geen grapje, we gaan echt dressuren. Dus Galant heeft er super veel zin in dat ze weer lekker mee mag. En Korenbloem gaat ook mee. Dus ja, dat wordt hard strijden in 26 graden vandaag.
maar ook weer een paar pasjes terug gevoeld dat hij het sluit, dat hij nog meer de achterbenen onder zet. Bewust draaien van die wendingen. Ja. Nu korter in de helft om te ontspannen. Dus, ja. Inmiddels gaan we dochter opzalen. Moeder is namelijk klaar. En nu gaan we met draakje dressuren. Corre Bloem. Deze in het paars. En met de tweede proefje is op de tweede plaats geëindigd in die hand met 189 euro. Iets voor je uitzet. Wat leuk. Dat was bij de eerste. Jongens, ik dacht echt dat het een grapje was. Ik heb gewoon mijn eerste dressuurproef ooit gewonnen. In het M1. Dat is toch echt gewoon te grappig dit. Ja, de eerste proef ging nog niet zo goed met galanten. Toen had ik 2 keer een wissel in de contragalop. Nou, dat moet natuurlijk niet gebeuren. Maar het was ook wel echt een moeilijk lijntje in zo'n kleine ring. En toen in de tweede proef dacht ik gewoon, oké, ik ga heel... Een beetje nou, iets agressiever rijden, iets meer herren, gewoon vechten en gewoon iets meer showen. En ja, toen in één keer had ik in de 200 punten. Dus dat was echt, want toen ging het ook super goed en toen ging alles lukte gewoon. Dus ja, dat is echt bizar. Dus dit is wel echt zo'n gave comeback van Wilstreams Galanten dat hij gewoon gelijk wint. Ik heb nu Korenbloem opgezadeld, want nu mag ik met de moeder, of met de dochter. Alleen, Korenbloem, dat wordt echt gewoon puur trainen. Maar dit is natuurlijk wel super vet. Gewoon, ja, als event die rijdt even de dressuurwedstrijd winnen. Dat is toch gewoon bizar, jongens. Ach, wat heb ik toch echt een fantastisch droomleven. Dit is toch niet normaal. Dit wil toch elke ruiter. Ik hou zoveel van jullie. Oké, ik ga nu strijden met Korenbloem. En ik ga proberen hem zo gehoorzaam mogelijk te laten lopen, hè. Ja. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Oh, waar heb ik al die tijd voor getraind? Maar de tweede proef ging al een stuk beter. En dan heb ik toch wel weer, ja, ben ik toch wel blij dat we zo hard gewerkt hebben. Want het verbetert echt wel. Korenbloem, je had 193 punten in de dressuur. Daar is paarsje wel trots op. Ja, en nu gaan we lekker naar huis, hè? Ja, ja, we gaan naar huis. Inmiddels zit ik in de tuin en wij gaan lekker barbecuen. Oh, wat een summer vibe. Maar ik besef nu ik zo'n beetje zit in de zon, besef ik echt wel wat voor soms zo fantastisch leven ik toch echt wel heb. Er zitten echt moeilijke momenten bij, want vergeet dat niet. De sport is knijterhard. Maar ook alles er wat erbij komt kijken, want ik vind het natuurlijk super vet om te vloggen en de webshop te runnen. Maar het is ook niet altijd makkelijk. Maar ik ben gewoon zo dankbaar voor de leuke mensen waarmee ik mee gisteren was en die ik om me heen heb. En gewoon vooral de fantastische paarden die ik dankzij mijn opa heb. En dat we samen zo, ja, toch wel weg naar, ja, de weg naar de top aan het timmeren zijn, is toch wel echt wel vet. En ja, niet normaal om gewoon vandaag eventjes de dressuur gewoon goed te doen. En vooral gisteren het set te winnen met een springkanon van een inspiration. Dat is toch gewoon een droom van elke ruiter. Het is echt heel gaaf. Ik ga nu lekker barbecuen. En ik ga ook echt straks nog aan school werken. Dat vind ik altijd wel heel moeilijk, want je zit nog zo hoog in. Ah, het is zo gaaf. En dan moet je in één keer weer heel saaie dingen gaan leren. Maar dat hoort er ook bij. En voor nu ga ik gewoon even genieten. En wij gaan lekker barbecuen. Woep, woep. Lekker, hè? Ja. Nou. Heb je weer gewonnen? Ja, ja. Poetje afdoen. Op naar de paardjes. Bevestigen. Route heb ik niet nodig hoor, ik weet de weg uit mijn hoofd. Box. Hallo allemaal, inmiddels ben ik in de middle of nowhere. Ik zit in het natuurgebied en we hebben een probleem. Want paarden staan inmiddels weer in de wei, want het natuurlijk nou weer lekker weer is. Dus ze gaan nu gewoon dag en nacht in de wei. Echte jonge paarden die nog niet echt zadelmaxen of een paar maanden aangereden nu nog de wei ingaan. De paarden bij opa hebben echt mega wei. Het is niet normaal. Alleen, ze hebben een bovendeel. Kom maar!
daar. Dit is trouwens Orchidee, de dochter van Korenbloem. Kijk eens hoeveel die erop lijkt. Het is dus zo dat alle paarden alleen maar daarboven op de wei stonden. Maar hier beneden is dus allemaal water. Dus we moesten ze vertellen dat ze ook naar beneden konden. En daarom dat we nu de paarden naar beneden halen. Oh, kom maar. Nou moet hij mee. Nou moet hij mee. Goed zo. Inmiddels heb je kunnen zien, gingen ze doordat wij het dan een keer voordeden achter mij aan en zijn ze naar beneden gekomen. Dus dat is super goed en nou zullen ze het vertrouwen en gaan ze dat gewoon uit zichzelf doen. Maar soms hebben ze toch mensen nodig voor dat eerste keer vertrouwen. En nu kunnen ze heerlijk opgroeien de komende maanden hier. En dan zijn we nu in dit mega landschap en gaan we even kijken bij de andere bende, de toekomstbende. Kom maar jongens! Alles goed? Ze gaan altijd naar opa. Dan moest je een bloedpad. Ja? Nou, hier rijden een bloedpaard. Powerful! Kijk eens, wat een bloedje. Nou. Oh, kleine, kijk. Houd die maar in de gaten. Dat wordt een top, mijn stem. Planet! Dat is Planet, kijk. Wauw. Maar die hebben niet zo'n mooi hoofd, hè? Powerful, ook mooi geworden. Ja, ja. Wauw, powerful! Hallo daar! Wow! Doe jongen, tot snel! Goed voor jezelf zorgen en elkaar, oké? Samen heel blijven en goed opgroeien. Doei jongens! Ik heb dus zoiets leuks gedaan. Ik heb een keer mijn nagels laten doen. En ik heb het natuurlijk niet te lang gedaan, omdat ja, dat gaat gewoon niet met rijden als je tegen het zadel aankomt. Maar ik vind het wel super mooi, want als ze nou een beetje vies zijn, dan zie je het niet erg. Dus ik heb een leuk kleurtje gedaan. En nu ga ik snel naar huis, want ik heb school, dus ik ga studeren. En dan ga ik straks nog lekker trainen. Dus let's go! Inmiddels zijn we aangekomen in Dishoek en wij zijn lekker op het strand. Ja, we hebben net lekker gegeten en het is zo mooi hier. Dus we hebben even wat leuke foto's gemaakt en nu gaan we weer lekker terug naar huis toeren. Zalande, 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 En nu zijn we even aan het helpen op de boerderij. Oh, op het land. Want we gaan vrachten halen zodat alles weer van het land naar binnen gaat. Het brilavontuur is even afgelopen. Alles is helemaal goed gekomen. En nu zijn we in de omkleedruimte. En hier zo liggen kittens. Die zijn net geboren. Ze krijgen straks een veel groter plekje. Maar nu eventjes hebben we ze hier gelegd. En superleuk als je in één keer zo'n nestje op de boerderij vindt. Want het is echt met boerderijkatten. Dan in één keer heb je kittens. Superleuk. En deze moederpoes heeft elk jaar kittens. En ze is zo lief voor ze. Dus dat is... weten heb ik afgelopen weekend met Inspiration in Babel gewonnen. En toen wonnen we hem. Een boodschappenpakket. In dat boodschappenpakket zat een koekjesmixdeeg, of hoe je dat ook zegt. Maar ik ben niet zo van bakken, daar heb ik geen geduld voor. Dus ik gaf het mee aan Roos. En Roos heeft de koekjes gebakken en die kunnen we nu lekker opeten. Ik ben echt super benieuwd. Ik hoop dat ze lekker zijn geworden. Ze zien er wel echt super goed uit. De eerste set klaar. Ik heb nu de tweede set aan. Dat is deze outfit. Dus helemaal ready om nu te gaan rijden met Massara voor de foto's. As I'm walking to your place, I'm shaking. I am picturing the worst in my mind. Inmiddels zit de fotoshoot erop. Op het einde ging het keihard regenen, maar wij hebben het gelukkig droog gehad. De dressuurrijder Diederik die had wel veel regen, dus dat is echt super zonde. Maar ja, ik hoop dat alsnog dat misschien een gaaf effect was op de foto's. Hij krijgt een appeltje en dan gaan wij weer 3 uur naar huis rijden. Alles voor een sponsor fotoshootje. Ja! Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe
Goedemiddag. Ik ben inmiddels vertrokken met opa en Quincy naar opnames voor Hoeven. En op dit moment staan we in de file. Dit is de eerste keer dat ik zelf achter het stuur zit. We staan helemaal vast. Het rijdt echt niet meer, dus dat is wel een beetje jammer. Maar de eerste keer op pad, 2 uur heen, 2 uur terug. Dus strijden. Opa heeft alleen maar dit vast als ik aan het rijden ben. Hij vertrouwt me nog niet helemaal. Maar dat vertrouwen moet groeien. En ja, we moeten toch een keer een beetje vertrouwen krijgen achter het stuur. Dus ik ben blij met mijn waggie, want hij brengt me wel veilig overal naartoe. Inmiddels zijn we veilig aangekomen. Ik heb echt een western outfit aan, vinden jullie niet? En ik ben nu bij Ricky, die kennen jullie misschien wel van de western. En hier zijn de opnames. We gonna break up, then we make up. Act like we're gonna be friends. There's a fire, take me higher. Leave it all over again, all over again. Misschien wel voorstellen dat zo'n nuchtere boer als opa het helemaal niks vond om met al die camera's te werken. Dus we moesten hem wel een beetje overtuigen om dit te gaan doen. Maar ik vind het alleen maar heel vet dat hij op beeld over zijn fokkerij wilt gaan praten. En ja opa, dit hoort er gewoon bij als je een vloggende kleindochter hebt. We gonna break up, then we make up. Act like we're gonna be friends. There's a fire, take me higher. Leave it all over. Zo, zo. Ja. Hey, en we kunnen natuurlijk gewoon kiezen voor een bruikbaar paard. Als je recreatie rijdt of hobby rijdt, dan kun je gewoon met een goede recreatie paard kun je gewoon heel veel bereiken. Van alle stammoeders. Samsara, en die zit nu wel 17 of 18 gulden in. Maar daar komen eigenlijk altijd toppers zijn. Al die goede steenpaarden. Ja. Je hebt sowieso een winnende paard, Christy. Ja? Ja. Maar als ik er al val? Ja. Nee, maar dat is niet snel, dat is gewoon een kuntje. Ja, ik ben gewoon heel snel met je bent. Wat je ook een beetje gelijk. Ik ben een beetje sneller. Zo gaaf dat ik dit kon doen. Dat was echt niet normaal. Wat een ervaring. Oh, in één keer in dat spinnen dacht ik, daar ga ik. En toen kon ik gelukkig mijn balans pakken. En daarna ja, toen zat ik achterover. Toen ging het een stuk beter. Dat was heel vet. Inmiddels zijn we klaar. En het was echt zo'n gave ervaring. Ik vind het echt heel cool. Het was een superleuke dag. En opa zo aan het aanmoedigen mij. Eerste opnames voor over was super tof. Maar vooral de ervaring op een western zadel te zitten. Daar ben ik echt heel blij mee. Dus Quincy, bedankt voor alles te filmen. En dan gaan we eens even aan opa vragen hoe hij zijn eerste tv-ervaring vond. Ik heb een medaille gewonnen, een plek van jij. Ja, nou heb jij een medaille. Ja. Hé, opa, hoe vond je je eerste tv-opnames? Ja, dat was fantastisch. Ja, vond je het leuk? Ja, tuurlijk. Want in het begin zei je allemaal, moet dat, maar je vond het wel leuk, toch? Ja, dat was heel leuk. Nou, gelukkig. Heel leuk. Duimpje omhoog voor vandaag. Heel spontaan en lieve mensen. Ja, dat was een superleuke leuke mensen, inderdaad. Ja. Ja. De opnames waren dus voor een nieuw kanaal, Hoeven. Ik zal het straks ook allemaal delen als het online staat. Maar dat gaat aanslaan en jullie alles gaan kijken daar. Wij zijn inmiddels helemaal klaar. We zijn alweer lekker thuis veilig aangekomen. En nu ga ik opa thuis brengen. En dan kunnen we naar de webshop bestellingen inpakken.
En dan zijn we alweer bij het einde gekomen van deze vlog. Deze week ga ik vertrekken naar een internationale eventingwedstrijd in Westersteden. Het is volle bak eventingseizoen, het is volle bak springseizoen en het is nog eens tentamenweek. Dus hoe ik deze maand ga overleven weet ik nog niet. Uiteraard ga ik mijn best doen om zoveel mogelijk voor jullie te filmen. Zodat jullie nog steeds een kijkje krijgen in mijn leven, maar vooral de spannende wedstrijden. Deze maand moet ik knallen, wil ik mijn dromen dit jaar nog achterna gaan. Zoals jullie misschien wel weten en mijn doelen halen. Dus het is volle bak gaan. En nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Vond je het leuk? Geef dan een blauw duimpje omhoog. En ik ben heel benieuwd wat voor video's jullie het allerleukste vinden. Of wat jullie nog graag op mijn kanaal meer willen zien. Laat dat in de comments weten. En dan zie ik jullie bij een nieuwe vlog. Shout out naar de trouwe volgers. Doei doei!